Weet je wat het is met Auke Kok? Daar heeft nou bijna iedereen zijn mening over gezegd. Hè? Iedereen heeft een beetje zijn verhaaltje verteld van, nou ja, Auke. Nou goed, het verhaal met Auke is als volgt. Het probleem zit er eigenlijk in dat Auke Kok valt in de afdeling serieuze journalisten. Ja, tussen aanhalingstekens geplaatst. Ja. Het is dan de afdeling heel erg serieus, ja. Auke. Ja, nou, goed. Auw. En waar komt Auke nou mee? Auke komt dan met de bewering. Johan Cruijff heeft gejat. Die wordt betaald door de foundation. Krijgt hij 1 miljoen per jaar. Greep uit de kas. Ja, dat vertelt hij. Goed, dat vertelt onze Auke. Ja. Goed. En dan kun je maar zien hoe snel en hoe makkelijk je mensen kunt beschadigen. Daar gaat het om. En zeker zij die niet meer zijn om zich te kunnen verdedigen. Nee, ja, los daarvan. Ja. Maar iemand beschadigen. Ja. Als ik nou tegen jou zeg, nu, Rick van Veldhuizen, jij bent een pedofiel. Goed. En dan zeg jij tegen mij, als ik dat beweerd heb, zeg jij tegen mij, is niet waar. Dat is niet waar. Nou, daar heb je het al. Ja. En dan ga jij waarschijnlijk naar een rechter. Ja, ik ontken het gewoon, want het is niet zo. Nee, het is niet zo. Dus dan kom ik bij de rechter en de rechter zegt, nou meneer Van Meegeren, dat klopt niet helemaal. Nee, dat moet u rectificeren. Ja, nou, rectificeren. Dat rectificeer ik dan. Dan zeg ik, sorry tegen Rick. Ja, zeg ik, ja. Oké, akkoord. Ja, nou, en wat hebben we dan? Nou, dan heb je toch iets over mij gezegd wat niet klopt. En dat blijft toch ergens hangen. Juist. Ja. En dan heb ik jou toch beschadigd. Ja. En zo simpel is dat nou. Ja. En dat is wat deze Auke Kok heeft gedaan met Johan Cruijff. Is Auke Kok valt nu in de categorie waar jullie vroeger in een ander programma bij de vader zeiden. Vuilnisman? Ja, maar het gevolg hiervan is dat die hele serieuze journalistiek, die beschermt hem natuurlijk. Ja, want hij is serieus. Want hij is van hun club, van de afdeling Serieuze Zaken. Ja. Nou, en niemand zegt van, ja, maar dit is een blunder. Van, heb ik jou daar? Ja. En daarbij komt Auke, dan los daarvan, komt Auke ook nog eens een keer met verhaaltjes over dat Johan Cruijff, let op hè, Johan Cruijff is vreemd gegaan. Joh. Nou, goed dat Danny het weet. Nou, wat een nieuws. Wat een nieuws, Auke. En ik val van mijn stoel. Ik ben nog nooit vreemd geweest. Nee. Natuurlijk, dat is toch werkelijk. Ben je wel eens vreemd gegaan dan? Ja, maar elke voetballer. Elke man. Nee, kom nou met iets nieuws. Had dat geschreven. Johan Cruijff is nog nooit vreemd gegaan. Dan had ik gedacht, nou, dat had wel in. Dat is mooi om. Dat moet in de krant. Dat moet in een boek. Ja, maar niet dit zeg. Hey. Met andere woorden. Wie doe je daar nou een dienst mee? Niemand. Alsjeblieft zeg. Auke Kok. Ja. Au. Hey, bye bye Auke.